Bij de jachthonden is een hond die heeft nu een dubbel apart gekregen. Hij moet het water inspringen en naar de overkant spellen. Daar is hij nu mee bezig. Kijk, zoeken. Ja, daar is hij. Hij pakt hem. Nou. En daar is hij nou mee bezig. Ja, hij schudt zich eerst eens lekker uit. Moet hij naar zijn baasje toe, moet hij gaan zitten. Dat doet hij allemaal, hij krijgt een knuffel. En dan moet hij naar de volgende opdracht. Ja. Hij moet eerst naast zijn baasje zitten. Keurig, en dan gaat hij hier weg, vooruit. Dan rent hij naar dat. Naar het hek, en dan is de bedoeling dat hij over het hekje springt en daar de tunnel gaat. Dat doet hij ook nog. Hij is even aan het zoeken welke dat de leukste is. Ja, hij gaat voor de oranje. Nee, dat nu voor de witte. Ja, hij springt en nou rent hij weer terug. Hij gaat niet zo hard, maar hij gaat in een rechte lijn naar zijn huis. Hij gaat netjes zitten. En op commando geeft hij zijn dummy en dan krijgt hij weer een knuffel. Open. Dat is leuk. Jullie lopen dit pad af tot die blokken. Dit pad. Hier, dit pad hier. Het gewoon het betonnen pad. En dan loop je met die blokken en dan ga je rechtsaf. En daar is meteen al nummer 12. Ja. Ik vroeg even om hulp. Ja, fantastisch, Siem. Super, ja. Een slag is een slag. Nou, is het nog best wel een slag? Blijkbaar wel, anders kon je geen 5 doorskennen. Dus, Bobby, naar de slag en week hier. En wie weet, vind jij ook iets bijzonders wat er inderdaad aan het 1000 soortenjaar van het vlechtpark kunnen toevoegen? Dus, en ze moeten zich om 3 uur bij jou melden. Wat weet je hier nou eigenlijk zijn? Oh, zo plezier, hè? Pas op daar hoor. Nee, je moet op dat ding schieten. Niet op die mensen. Ik moet gewoon zeiden niet. Niet dat mama gaat schieten. Niet dat mama gaat schieten. Nee, nee. Oh, hard hoor. Je hebt een sterke. Het is gewoon de decoratie, maar simpel, maar toch gewoon leuk om te zien ook. Ja, die gooi je er terug. Alles eruit, visje Bram. Ja? Tuurlijk. Ja, zeg, je mag net. Er zit geen dingetje aan. Oh, daar is jij net het losse speldje, die is van die. Nee, daar zit er wel een aan. Kijk, zo, nou heb je hem wel. Wat is dat? Ja, hoor ik zeker vaak. Van wie? Dat is dan wel heel leuk met Bernadette dan. Word nu lid? Nou. Ja, dat is een bellen.
Met L en een K. Heb je geen bordje erbij hangen? Welke modellen zijn het? Een bij kan een bij steken. Ja, de koningin naar gevangen. Ja. Ja. Geen idee. Samen zat tegen het donder waar de gasten. Ja, hè? De woning die sluit hier ook aan de donder en let die koningin in de zee. Ja. Ja. Merk je dan ook elke keer dat je een andere smaak hebt, zeg maar? Je zegt van vrijdag, zeg maar. Dat kan je nooit genoeg hebben. Hoefruit. Hoefruit? Oh ja. Van bomen omzagen, van, zeg maar, schullen, tot als het dan geschuld is, dan ga je hem midden zagen. En dan ga je hem helemaal uitrusten en dan ja, gelijk met deel. Wat voor hand is dit dan? Dit is een bulg. Ja, dat is een bulgstam. Traditioneel worden met witworst worden gemaakt van een tak van een boom. En dit is een bulg en een bulg is geknot, zeg maar. Om die tak ervan af. Dit is echt een stam van een boom. Dit is echt traditioneel. Die andere volk, want het is alleen maar wilgen. Nee, we gebruiken wilgen, berken en elzen. Dat zijn de meest voorkombare. Die dikke eikenboom bij ons haal je niet weg. Nee, want eiken is keihard. Dat wordt helemaal moeilijk. Oh, voorzichtig. Kijk, je kunt beter je voeten zo opzetten, dwars. Zo, andersom dwars, ja. Zo is goed. Heel goed, jongen. Ik weet niet of je dit nodig. Ja, ik heb met je handen door. Open! Zo, kom maar door, Albert. Verwachting maar. Iemand die hoger dan 1 euro? Ja, ik heb twee. Is er nog iemand hoger dan 10 euro? Ja. Eenmaal, andermaal. Oh ja, oh ja. En deze dan, die Leila, deze vind jij ook. Is het? Ik ga even tussen jou door een laatste oproep doen voor mensen die meedoen met zak en roep. Zou die een beetje naar buiten? Helder graag in de verhalen zaal, mooi vinden. Zeg, en nou gaat hij dit in? Nee, vader, vaders. Enigste dag. Welkom voor nog een goed, hè? Dus dit wel zo? Zo, jullie hebben een mooi plekje, hè? Jullie hebben een plekje gewonnen. Weer op het laatste moment. Ga jij hier. Pas op, tussen wal en schip van. Nee, oe, pas op. Tja. Gaat ie hier. Ja. 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 Ik heb er wat op klaar bij. Ik heb pas een vage zeg hier ook. Ik heb de nog, als ik hem tegen. Als hij vindt het niet vuur, dan verkeer dat ik gewoon iets vuur kunnen steken achter de rug en dan ik wegwerken.
Kijk, je mag helpen hoor, als je dat kan. Ja, het is begonnen eigenlijk 10 jaar voordat hij met pensioen ging. Toen zat hij al tijdens de lunchpauze zat hij al tekeningen te maken. Wie is dat? Mijn vader. Ja, hoe heet die? Geert Jalving. Ja? Geert Jalving. En zo is het eigenlijk begonnen. En 15 jaar later is dit de zon. En hij is volledig gebouwd uit afvalhout op de zware en het roer na. De rest is allemaal afvalhout. Het is allemaal uit de renovatie waar hij als laatste gewerkt heeft. En dat kun je ook mooi zien aan de kleuren van het hout. Dus hoe donkerder het hout, hoe ouder het is. Dus ja, dit is een uit de kluiten gegroeide hobby van hem. En nu varen we voor de tweede keer ermee. En ik moet heel eerlijk zeggen, mijn eerste keer. Hiervoor hebben we ook wel schouwen en dat soort dingen gehad. Maar dit bootje vaart wel heel erg bijzonder. Dus ja, mooi stil, mooi stabiel. Is dat een naam? Dit is een zomp. En dit is een zomp op halve grootte. Dus officieel hoort hij nog een keer zo lang te zijn en nog een keer zo breed. Maar voor de vecht is dit meer dan een elegante boot, lijkt mij. En een meer dan waarde voor de vecht en omgeving, lijkt mij. Maar dat is aan ieder. Maar ik vind het een rijke toevoeging aan de vecht. En zeker wat er allemaal gebeurd is de afgelopen jaren met de vecht. Ik had al zo... Ik durf me in enthousiasme. Maar ik zie bol naast de route. Oh, nou, dat moet niet helemaal zien gebeuren. Ja, dat gaat je wel een keer. Maar dan moeten we een touwtje trekken. Nee, weet niet. Het duurt even voordat de beweging pas bij groen ligt. Maak ik hem, hè? Nee, eigenlijk niet. Kom zwemmen. Kon je niet zwemmen doen, Bert? Rustig. In kalm en tempo.
Ben je weer de volgende? Hè? Hoe is het? Lekker in de wind hier. Was wel laatst wel mooi toch met Annie Schreier, hè? Ja, was wel leuk. Ja. Ja. Yo, hoe is het, hè? Dank je wel.